De laatste keer dat ik hier in Misano reed, 95, reed ik nog linksom het circuit. Nu moet ik rechtsom. Eens kijken hoe dat gaat lopen. Hard aanremmen voor de eerste chicane. Rechts-links combinatie. Twee keer terugschakelen. Beetje remmen erin. Beetje gas erbij nog tussenin. Doorremmen. Kort linksaf. Zorgen dat de exit goed is. Doorschakelen naar 3. En dan accelereren richting de Rio. Hard in de remmen. Helemaal terug naar eerste versnelling in de MotoGP-klasse. Dubbele rechter. Nemen als 1 bocht. Door naar 2 gelijk. Chicane. Rechts links. Exit hier belangrijk. Over de curbs aan de binnenkant. En vol op gas. 3. 4. Hard aanremmen. Blijf schud. Zo achter je komt een beetje los. Haaks linksaf. Richting de Tramanto. Hard uit accelereren. Terug naar tweede versnelling. Achterwiel komt een beetje voorbij. Eerst een beetje er voorbij. Dan terughalen en dan vol op het gas. Recht een stuk op. Tweede versnelling. 3. 4. 5. 6. Snel gedeelte. Rechts, rechts af. Eén versnelling terug. Twee versnelling terug in de remmen. Voor de kastschoolbord die eraan komt. Scherpe recht op de rand. Terug naar je versnelling. Probeer hard uit te accelereren. Kort afdraaien. Hop. Short shiften. 3. Linksaf. Curves dan meenemen. Misano bocht. Laatste bocht. Start finish. Laatste mogelijkheid om uit te remmen. Rivi. Grote schut. En dit was alweer een ronde Misano. 4,2 kilometer lang. Kort maar heftig baantje. Technisch lastig te rijden, zeker met een MotoGP-motor.